Ja, het moeilijkste deel. It's time. It's time. Ik ben zo blij elke keer weer dat ik dit niet hoef te doen. We hebben 4 superdope optredens gehad vandaag. Boozy, Jerkenna, Berano en ook Arai. Ze hebben echt... What a night. Ja man, de hele studio vibet gewoon nog steeds van wat we hebben gehad. Lekker slapen vandaag, man. En nu mogen jullie cijfers geven, man. En het is heel belangrijk, want... Ze hebben al cijfers op zak van de vorige ronde. Ja. Samen met de cijfers van deze ronde gaat het uiteindelijk een gemiddelde geven. Yes. Gaan jullie de cijfers van deze ronde geven of de gemiddelde of alles? Wij gaan je cijfer van vorige week geven. Dan geven we je je cijfer van vandaag. En daar krijg je dus ook gelijk je gemiddelde te horen. Ja? Dus dat is hoe we het gaan doen. En we beginnen bij 0. Ik moet zeggen, vandaag hebben jullie allemaal echt... De lat super hoog gezet. Ook voor de andere groep, denk ik. Dus dat moet ook even gezegd worden. Zeker. Ja, man. En hij was gelijk goed begonnen. Je was gelijk daar. Iedereen moest daarna gelijk ook weer nog een stapje hoger gaan. En vandaag, degene die ik nu ga vertellen, heeft vandaag gewonnen. Die heeft het hoogste cijfer gehad vandaag. En dat is Boosie. Wow. En je cijfer van vorige week was een 6,5. En vandaag heb je 9 gekregen. Ja, man. En dat brengt je gemiddelde dus op een 7,8, bro. Dat is je gemiddelde. En daarmee betekent het ook sowieso dus dat je automatisch door bent. Ja, man. Yes, nummer 2. Yes. Nou ja. Over wie ga je het hebben? Over de enige vrouw vanavond. Ja, je bent tweede geworden. Vandaag heb je het cijfer 8,7 gekregen. Zeg. Vorige week had je een 7, nou ja, plus 8,7 gedeeld door 2 maakt dat een 7,8. Dus ik denk een heel mooi gemiddelde. Oké, okay, yes. Dankjewel. En wil je haar nog wat meegeven? Nou ja, ik zou eigenlijk zeggen, blijf zo doorgaan. En zorg ervoor dat je die boss bitch attitude blijft vasthouden. En dat ook goed over blijft weten te brengen in de volgende opdrachten. Want daar ga je, ja, daar ben je wel een uitzondering in. Sowieso. De laatste 2. Ik ga beginnen met Berano. Berano, ik vond je vorige week steady. Ik vond je de vorige editie vond je heel steady. En vandaag vond ik je wel iets minder. Wat helaas betekent dat jouw vorige cijfer was 6,5. Vandaag was jouw gemiddelde cijfer, als ik het goed heb, hier zo, ja, 6,3. En dat betekent dat jij dus een 6,4 gemiddeld hebt. En dat betekent dus dat jij de persoon bent die helaas niet doorgaat. Maar desalniettemin, ik zeg je eerlijk... Ik hoor dat het erin zit. Meer voorbereiding, bro. More preparation. De juiste keuze maken is soms ook gewoon heel erg belangrijk. En de juiste uitvoering, bro. Neem die feedback mee, maar je ziet eruit als een slimme jongen. Je bent super beleefd. Je houding, je karakter, broer. Dat is, geloof me, is nog belangrijker. En dat heb je on point, on lock. En dat gaat je in je leven heel ver helpen. Geloof me. Dus zorg dat je dat je toch completeert in je muziek. En dan gaat het gewoon helemaal goed komen. Ja, Berano, blijf je ding doen, man. We gaan sowieso nog van je horen, man. Ik weet het zeker. 100%. Man. Ja, man. Daarom. Oké, okay, last but not least hebben we natuurlijk J.R. Kenna. Bro, ik vond je vorige week al super hard. Vandaag heb je ook weer gemurderd. Snap je? Vandaag was jouw cijfer, jouw gemiddelde cijfer was een 8,7. Ah, ja. En vorige week had je een 7. Dat brengt jouw gemiddelde ook uit op een 7,8. En vandaag was je dus gedeelde tweede met Arai. En ik hoop gewoon dat jullie alle 3 nu goed inzien en begrijpen. It's on. Je weet toch? Vuur tegen vuur. Ja, en ik zeg jullie eerlijk, of je wint of niet, laat dat aan de zijkant. Zorg er gewoon voor dat je opvalt. Pak je strepen. Dit is van niks. Dit is een platform. Zorg voor je shit. Zorg dat het bloot. Zorg dat het opblaast. Viraal gaat. En dan gaan we met z'n allen uiteindelijk lachen, man. Want dit is gewoon hard. Dit is goed voor de Nederlandse muziek. Dus blijf jullie ding doen. The sound of-